Vandaag testen we de Honda Transalp XL750, de nieuwe Transalp. Hij is onder andere al een jaar op de markt, maar ik heb nu pas eigenlijk de gelegenheid om eens een keer te gaan rijden met zo'n ding. Ja, het is een leuke motor, ziet er goed uit. 750 cc staande twin, bekaartje van 90-92, halverwege de 70 Nm koppel. Eerlijk zeggen, het rijdt heel leuk. Het is echt weer een Honda, dus dat betekent starten, rijden en wegwezen. Bijna geen gewenning aan. Hij stuurt licht. De koppeling gaat heel makkelijk. Dus kabel, koppeling. Schakel zoals een bekende Honda. Super makkelijk. Je kan op deze Transalpjes, niet zoals bij de Africa Twin, geen CDT krijgen, dat biedt dus niet aan. Wel op de NC750 en op de grote Africa Twin, maar niet op de Transalp. Dat zal wel een bewuste keuze zijn. Dit blok zit ook in de nieuwe Hornet. En eerst dacht ik van, jeetje, dat wordt een heel piekerig blok en dit en dat en zus en zo. Nou, wat je wel weet en merkt is, je moet hem wel op toeren rijden. Het is niet bij wijze van spreken zoals de Africa Twin, die op bij 2000 toeren al heel stevig eraan doet. Dus bij wijze van spreken, als je snel ergens langs zit, moet je toch eerst een versnelling teruggaan om het voor elkaar te krijgen. Nou, dat is het eerste ding. Hier zit een mooi schermpje op. Dat ziet er ook prachtig mooi uit. En met je modusknop kan je wandelen naar de verschillende weergaves. En ik sta inmiddels op deze stand neer. Nou ja, hier je temperatuur, je klok, toerenteller, dat. Ik vind het wel vrij klein. Eigenlijk had dit schermpje zo groot moeten zijn als een moderne mobiele telefoon van 6 inch. Dit is echt wat klein. Want ik denk als ik mijn gewone bril waar ik geen fire focus op heb, dat ik de onderste regel niet zo geweldig goed kan lezen. Dat vind ik wel jammer. Deze motor heeft ook een systeem, omdat hij niet met een gaskabel, maar met een wire zit, elektrisch, kan jij hier met de modusknop door de verschillende standaard, rain, gravel, user. Nou, ik vind standaard prima, daarmee kan ik de karakteristieken mee beïnvloeden van de gasaanname, hoe het vermogen erin komt, wel of niet beperkt. En dat is het grap. Hartstikke leuk allemaal. Werkt heel erg leuk. Wat ik wel eigenlijk vind is, ik vind dat het knopje van de richtingenwijzer, die had eigenlijk rood moeten zijn of oranje en een beetje groter. Zodat je hem als het ware wat makkelijker, innovatief aanpakt. Kan pakken. Dat vind ik wel fijn. En ik weet niet of het aan de banden zit, maar ik heb het gevoel, hij rijdt alsof hij een beetje onrond is. Dat verbaast me een beetje. Nou ja, het zal wel. Misschien voor een nieuwigheid, ik weet het niet. Maar goed, het rijden. Nou, soepel vermogen. Wel, je moet hem op vermogen rijden. Dus wij spreken een beetje toeren maken. Dan heeft hij ook veel vermogen en dan is hij ook lekker zippy. Je vliegt er ook overal heel makkelijk langsheen en doorheen. En dat gaat allemaal voortreffelijk. Dat doet deze motor allemaal prima. Hij remt goed. Wat ik wel opvalt is als je bij wijze van spreken wat stevig remt voor het een en ander, dan voel je wel dat de motor behoorlijk in de veren duikt. Ik vind de schokdemping vrij stug en de veren vind ik wat aan de slappe kant. Ik denk als deze voor mij zou zijn, zou ik toch zeggen, zet je progressieve voorvorkveren erin om hem wat meer rust erin te krijgen. Schokdemper is, de aanslag is wat stug, maar daar hou ik wel van. Maar je kan hem heel goed plaatsen en door die bochtjes die ik gehad heb, voel je heel goed doen. Nou, het zadel is mooi lekker breed, ook lekker stroef. Je schuift helemaal niet heen en weer. Hiervoor is hij smal en hier wordt hij steeds breed. Nou, je zit ongeveer hier. En ik heb het idee van dat een van de weinige zadels die affabriek niet onmiddellijk naar de aftermarket moet gaan om een beter zadel te kopen. Zoals je bij BMW wel een beetje hebt. Wat ik ook mooi vind is, een heleboel bepaalde onderdelen lijken heel sterk op die van de Africa Twin of zijn hetzelfde. Dat weet ik niet precies, maar ze lijken er wel heel sterk op. Dus een mooi afgewerkte brug met een kettingstelsysteem. Dat zit er dus wel op.
Ja, dat begon dan niet echt. Ik denk, nou, we nemen wat goedkoops. En we spreken mooi aan. En ja, je hebt ook die verbruiksmeter. Je rijdt hartstikke makkelijk. Je rijdt zo 1 op 25 tegen de 1 op 30 aan. Als je 80 rijdt of zo, het gaat heel makkelijk. Ja, hier kan je als het ware een uitbreiding krijgen om een stopcontactje te maken voor je navigatiesysteem. Maar je schijnt ook met een soort app op je telefoon, Auto CarPlay of Apple Play, weet ik hoe dat allemaal heet, schijn je dan met draadloze systemen die je in je zak hebt, dan te kunnen navigeren. Nou, dat heb ik nou niet gedaan voor zo'n korte testrit, maar dat kan dus. Wat ik ook leuk vind, hij staat nu op de zijstandaard. Netjes gaat er een lampje branden, vind ik eigenlijk wel mooi, zulke kleine dingetjes. Maar ja, als deze motor voor mij zou zijn, het eerste wat ik opporteer is natuurlijk een middenbok. Want dat is gewoon reuze handig met kettingonderhoud. En dat soort dingen. En ja, ik zou hier toch een skidplate onderstoppen. Ook al ga ik niet zwaar of rood, ik zou dat toch doen. Nou, voor de rest. Ik vind het echt een leuke motor. Hij rijdt gewoon ongelooflijk vriendelijk, soepel en makkelijk. Ik vind een hele veelzijdige motor. Je kan er heel goed in druk stadsverkeer mee rijden. Je kan er lekker mee toeren. Je kan er lekker bochtjes mee pakken. De motor is best scherp geprijsd. Dan vind ik 12.000 euro geen kattenpis. Maar ja, als je vergelijkt wat andere motoren nieuw kosten. Een Africa Twin, een BMW, een GS. Noem al die grote jongens maar op. Dan is deze motor eigenlijk best wel heel scherp geprijsd. En voor veel mensen die een NC750 van Honda te slap vinden. En te veel, ja, Prius gehaald hebben, kon dit wel eens de perfecte motor zijn. Gewoon puur omdat hij heeft net een klap meer vermogen. Wat beter dus. Veerelementen op de slappe voorveer hierna. Komt weer een trekker voorbij. Vind ik eigenlijk wel een heel mooi pakket te hebben staan. Nou is het ook wel zo dat je natuurlijk de Suzuki 800 hebt. En natuurlijk de Yamaha Tenere 7. Dat zijn ook zeer geduchte concurrenten. Al denk ik wel dat deze Honda en de Suzuki, de Yamaha, zeker op het motorblok gedeelte, waarschijnlijk wel goed aankunnen. Omdat ze gewoon meer vermogen hebben. Zonder dat er iets anders tegenover staat. Nou, het zadel kan er dus af met de sleutel. Gaat de hele zooi eraf. Hier de tankdop. Ik vind het alleen jammer dat de tank wat aan de kleine kant is. Ik had liever gehad dat het wat groter was. Hij is heel zuinig. Dus hij komt even goed wel 350, 400 kilometer mee ver. Maar als hij 18, 19 liter had gehad, had je richting 400, 500 gekund. Dat is gewoon heel fijn op lange etappes. Niet overal kan je tanken. Dus dat had ik persoonlijk wel leuk gevonden. Hè? Dus nog hier maar een beetje. Hier iets breder of zo. Wat dan ook. Hier achter. Het is gewoon een facade. En hier zit een ander unit. Als die nou ergens anders was geplaatst. En dat de tank meer zou kunnen lopen, misschien. Ja, goed. Dus zullen ze in Japan wel een reden hebben gehad. Nou, ik vind deze matte afwerking zelf niet mijn voorkeur. De witte vind ik eigenlijk veel mooier. Een beetje trek aan de klassieke Transalp, zeker met de gouden velgjes. Die je dan ook gelijk hebt. Wat ik een beetje afvraag is, als je hier aan moet gaan werken. Volgens mij moet je dan aardig wat wegslopen. Maar ja, goed, moest je met de oude Transalp ook. Je hoeft nou de kapiteur niet meer na te kijken. Nou, ik vind het allemaal heel mooi zo. Ah, dat geeft een mooi geluidje. Ik maak zo meteen nog een bokorang video. Dan komt dat dan wel even tevoorschijn. Je hoeft niet gelijk naar de motorzaak, naar een aftermarket te lopen voor een andere uitlaat. Nou, ik vind dit dan iets minder mooi afgewerkt. Dat vind ik jammer. Ik bedoel, en ik denk dat heel veel mensen zeggen, weet je wat, ik monteer zo'n mooi systeem met RVS staalomwonden leiding en zo. En met een splitter bovenaan, dat je twee dingen naar beneden hebt. En gelijk zo gaan, dat vind ik mooier dan dit blokje zo. Die er toch wat goedkoper uitziet. Ja, dat vind ik dan wel een dingetje. Wat ik wel ook heel sterk mooi vind. Het instrumentcluster is heel compact, heel innovatief. Je hoeft niet echt een heel telefoonboek door te geleiden om te snappen wat je moet doen. Als je bijvoorbeeld de Africa Twin neemt, de nieuwe, ja, dan moet je echt goed ervoor gaan zitten om te begrijpen hoe het werkt. Anders zoek je de rambam. De achtergrond kun je ook in het wit maken. En nou ja, goed. Je kan er van alles en nog wat aan doen. Ik had alleen gewild dat hij wat groter was. Nou, ABS zit er natuurlijk standaard op. Euro 5, nou, dat is ook wel heel fijn. De
om de Taliban tevreden te houden. Nou, de ruit kan je eigenlijk niet verstellen. Maar het zal me niks verbazen dat er heel binnenkort wel dingetjes komen dat je die zwarte beugeltjes vervangt voor iets anders. En dat je ze wel kan schuiven. Standaard vind ik eigenlijk dat die ruit al vrij goed zijn werk doet. Ja, hij is niet zo stil als sommige andere motoren. Maar hij is ook niet zo luidruchtig als sommige andere motoren. Hey, ik bedoel, als je een Honda SC750 neemt met een standaard ruit. Die vind ik een heel stuk rumoeriger. En deze is een stuk stiller. En zeker als je een paar stukken niet echt hoge snelheden gaat doen. Nou, voor de rest valt er eigenlijk weinig te melden. Alleen dat Honda te feliciteren. Dit kon een enorme verkoopkraker zijn. Voor de mensen die een motor hebben die zoveel mogelijk taken kan opnemen. Is dit er eigenlijk wel eentje van. En ja, ik moet er wel een beetje aan wennen. Je voelt wel wat trillingen, maar niet op een vervelende manier. Geen tintelende handen, geen tintelende voeten. Maar je verneemt ze wel, maar niet vervelend. Niet bij constante snelheden. Dus dat wonen gewoon heel goed voor elkaar. Wat ik wel vind, ik moet vaker terugschakelen en in zijn nekval pakken. Dan is hij echt heel snel. Dat is wel het ding wat ik heb gemerkt. Maar aan de andere kant, jongens, dit is ook geen 12 van de cc motor. Ze zijn tegenwoordig best wel verwend. Ik bedoel, mijn eerste Transalp was een 600. Die had krap 50 pk. En deze bijna het dubbele. Dus wat wil je dan nog meer? Conclusie. Leuke motor, scherpe prijs, veel goede elementen. Kon een behoorlijke verkoophit worden. Ja, ik vind hem eigenlijk wel een goed ding. Ik kan me wel in vinden. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.